Kijk, de Turken hebben alle reden om kwaad te zijn. In de debatten over asiel en migratie is het kernwoord grenzen. Fysieke grenzen die door politiek rechts vaak hardvochtig worden bewaakt om vluchtelingen buiten te houden. Maar ook de grenzen van de menselijkheid. Want we zien op dit moment tienduizenden mensen creperen aan die Griekse grens. Griekse autoriteiten die traangas afvuren. Vluchtelingen die worden ontkleed. Vluchtelingen die worden mishandeld. Bootjes die worden lekgestoken. Voorzitter, dit lijkt wel een soort stresstest voor de menselijkheid. En wat DENK betreft moet Nederland meer menselijkheid tonen. Is de regering bereid om het onmenselijke optreden van de Griekse regering te veroordelen? En wat kan de staatssecretaris doen om de vluchtelingen die op dit moment creperen aan de Griekse grens te helpen? Kunnen we kinderen opnemen? Verschillende burgemeesters en gemeenteraden in Nederland geven al het goede voorbeeld door die bereidheid te tonen om vluchtelingen op te nemen. En voorzitter, dat vind ik een geweldig gebaar. Hulde dat zij dit als lokale gemeenschap op zich willen nemen. Ondanks dat ze door politici worden tegengewerkt. En ik heb het over politici zoals collega Bente Becker van de VVD. Maar voorzitter, zij geeft aan dat die gemeentes en die burgemeesters die vluchtelingen willen opvangen, dat dat hardvochtig is. Dat zei ze letterlijk. Want ze krijgen een verkeerd beeld. Het is toch onwerkelijk, voorzitter, dat bestuurders die menselijkheid tonen van deze politica een veeg uit de pan krijgen. Voorzitter, nog walgelijker is het wat Thierry Baudet doet. Die zegt er zit een soort plan achter. En ik citeer maar even, anders wordt het een kort geding. Die zegt, er zijn veerdiensten om immigranten over te zetten naar Europa om die nationale identiteit te verzwakken, zodat er geen nationale staten meer zullen zijn. En voorzitter, dat zal natuurlijk de bereidheid bij de bevolking om vluchtelingen te helpen ook niet versterken. De VVD straft die menselijkheid af en Forum voor Democratie gebruikt die vervangingstheorie die volgens de NCTV een voedingsbodem is voor terreur. Voorzitter, het is walgelijk, maar het is ook gevaarlijk. De vluchtelingen aan de buitengrens van Europa zijn het slachtoffer van een cynisch machtsspel tussen grootmachten. Van Europa dat te lang wegkeek voor het drama in Syrië en vooral bezig is met het buitenhouden van die vluchtelingen. Maar ook van Rusland en Assad die gewelddadig toeslaan. En ook Turkije speelt haar rol. Ondanks dat ze 4 miljoen vluchtelingen hebben, voorzitter, en dat die vluchtelingendeal maar voortduurt, zien we dat daar ook heel veel problemen zijn met de uitvoering daarvan. En voorzitter, om het laatste te beginnen. Kijk, de Turken hebben alle reden om kwaad te zijn. En voorzitter, dat zijn niet mijn woorden. Dat zijn de woorden van de architect van de EU-Turkije-deal, de heer Knaus. En hij wijst er gewoon heel erg op, simpel, is dat de EU onvoldoende nakomt wat de afspraken zijn. De bedenker van de deal is keihard in zijn kritiek. Het is dan ook wel erg hypocriet dat we Turkije wegzetten als degene die nu ons chantabel maakt, terwijl Europa zelf de deal niet nakomt. Terwijl Europa 4 jaar niets heeft gedaan om het probleem structureel op te lossen. En voorzitter, Turkije vangt 4 miljoen mensen op. Een onmetelijk aantal. Zoveel als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en nog 10 andere grote gemeenten. En als we hier in Nederland 100 vluchtelingen hebben, dan staan mensen soms te demonstreren en vragen rechtse partijen om een spoeddebat. Voorzitter, de wereld is dan te klein en te hypocriet.